Voordat we gaan naar de jury van vandaag, gaan we terug naar zijn persconferentie van een jaar geleden. Toen Van Gelder tot zijn schande moest bekennen dat hij verslaafd is aan cocaïne. Dit voorval motiveert me eigenlijk om juist extra mijn best te doen. En ervoor te vechten en een einde te maken van het gebruik van die rotzooi. Jury van Gelder aan de cocaïne. Het nieuws sloeg in als een bom. Zijn baan bij Defensie was hij meteen kwijt, net als zijn goede naam. Maar dankzij een Schotse afkikkliniek is de drugsverslaving verleden tijd. En belooft hij dat het nooit meer zal gebeuren. Dus ik ben naar Schotland geweest en ik heb daar alle ins en outs over die rotzooi geleerd. En ik ben er mooi klaar mee. En dus is de ellende voorbij. De Lord of the Rings kan weer lachen. Ik zit hier met een heel erg blij gevoel. Toen zat ik met zweethandjes. Ik moet zeggen, zoveel mensen, ik zit ook een beetje met zweethandjes. Maar het doet me goed om hier te zijn, want vanaf vandaag mag ik officieel gezien weer wedstrijden doen. En daarom telt alleen nog de toekomst. Turnen op topniveau, dat is weer het doel van Van Gelder. Hij heeft geleerd van zijn fouten, maar zal zich voor iedereen opnieuw moeten bewijzen. Te beginnen met het WK. Ik zeg elke keer maar weer, turnen is een moeilijke sport, het is een momentopname. Een kromme teen wordt al afgestraft, dus je kan nooit weten waar het eindigt. Maar ik weet wel dat ik het kan en dat ik het niet verleerd ben. Waar ben je nu eigenlijk het meest opgebrand? Ja, om weer medailles te pakken. Winnen Rotterdam, eigen land, wereldkampioen in Nederland, Rotterdam. Ja, dat zou heel perfect zijn natuurlijk.